In de eerste weken is het belangrijk dat je vrij vroeg begint met het leren loslaten van je pup. Waarom is dat zo belangrijk? Een pup moet dat snel leren, omdat je in de eerste weken en eerste maanden ben je de steun en toeverlaat voor je jonge hondje. Dat betekent als je het hondje los gaat laten, dat hij met je mee gaat lopen en helemaal niet van plan is om bij je weg te lopen. En zo kan je meteen een goede start maken en je pup leren hoe leuk het is om naar je toe te komen. Voordat je een hond los gaat laten, kies je dus een goede plek uit. Daar zijn we hier aanbeland. En voordat je je pup loslaat, ga je eerst een opdrachtje geven. En dat opdrachtje is even zitten. Dus ze gaat zitten voordat ze los mag. Zodat ze leert dat ze altijd eerst een opdrachtje moet krijgen om straks lekker los te lopen. Komt. Zitten. Heeft ze iets lekkers gekregen. En dan zeg ik het woordje vrij. Nova vrij. En zo gaat ze leren dat ze lekker los kan. En dan ga ik een beetje lopen. Zoals je ziet, zie je dat zonder roepen, dat ze me een beetje in de gaten gaat houden en met mij mee gaat lopen. Omdat ze dus ook weet, ja, hij let niet op mij. Dus ik zal op hem moeten letten. Op een bepaald moment is er een moment gekomen dat je denkt, ik wil even het contact herstellen. En dat doe ik dan even met een terugkomwoordje. Nova, kom. Ze gaat gelijk voor me zitten. Ik geef haar even aai, even knuffeltje en we lopen weer verder. En dan verbreek ik weer het contact, waarbij ze moet leren, ik moet weer op hem gaan letten, want hij let niet op mij. Dus ik loop onverschillig door, ik hou haar natuurlijk in de gaten, maar ze heeft het gevoel dat ik dat niet doe. Dus loopt ze weer met me mee. Plotseling ga ik draaien. Om haar het gevoel te geven, ik ben van koers veranderd. En kijk, daar komt ze aan. Maar ze is een beetje geschrokken. Ze denkt, hé, ik dacht dat we die kant op gingen. Maar ik ben de andere kant op gelopen en ze komt meteen weer vol. Dat doe ik zo direct nog een keer. En dit doe ik dus zonder roepen. Als je dat een paar keer hebt gedaan, dus even lekker even gerend en goed opgelet, komt er weer een moment dat ik er even weer terug ga roepen. Nova, kom! En weer belonen. Je beloont met 3 dingen. Je geeft er iets lekkers. 2, je geeft er even een lekkere knuffel. En 3, heel belangrijk voor een jonge hond, laat er weer gaan. Want wat leren jonge honden vaak? Ja, ik kom wel bij je, maar dan moet ik de riem om en dan gaan we naar huis. En dan is het afgelopen. Nou, denk nou zelf dat je hond dat leuk vindt. Nee. Dus wat leren we Nova gelijk? Je bent los, af en toe roep ik je bij me. Je doet wat ik wil, je komt voor me zitten. Het wordt 1 groot feestje. Je krijgt van mij iets lekkers, je krijgt van mij een aai. En je mag weer gaan. Een betere start kan je niet maken.